Goedemorgen, we zijn nog niet in Sicilië, maar ik krijg al helemaal de island vibe van een, wat is het, een waterscooter die hier voor de boot een beetje rondjes zit te rijden. Superleuk. We zijn over 3 kwartier zijn we in Sicilië, maar we gaan nu alvast eten. Het ontbijt is een omelet met uitjes, tomaatjes, een beetje paprika en pepertjes. Daarnaast heb ik weer een bakje fruit. Oké, wat ga ik aantrekken? De playsuit heb ik gisteren aangehad. Leren short en shirt met handjes. Beetje te plain. Even kijken. Weet je, ik heb een goede buikdag. Ik zal je een geheimpje verklappen. Meestal als je zeg maar clean eet en sport en bla bla, tenminste bij mijn lichaam, zie ik altijd het resultaat een week later. En vandaag zie ik het resultaat van het werk van vorige week. En aangezien ik zo crap heb lopen eten deze week, weet ik al dat volgende week mijn buik helemaal opgeblazen is. En ja, ik heb hem gewoon de hele dag het liefst wil bedekken. En weet je, zal ik je nog een geheimpje verklappen van zeker fitte vrouwen? Je buik is niet iedere dag plat. Je bent ook wel eens ongesteld of je hebt slecht gegeten of bla bla. Dus iedereen op Instagram maakt foto's. Ja, behalve Kayla Itzines die echt doodtraint. Maar die maakt foto's op een goede buikdag. Hashtag goede buikdag moet er eigenlijk bij staan. Dus ik zal het er maar bij zetten wanneer ik een goede buikdag heb. Maar vandaag is een goede buikdag trouwens. Dus ik wil... ik heb even geen problemen om mijn buik te laten zien. En wat ga ik aantrekken, aantrekken, aantrekken. Oeh, sliertje stoppen en leren rokje. Maar dat is vrij bloot als ik met mijn schoonouders ben. Dus ik weet niet of ik me daar helemaal comfortabel bij voel. Kijk eens. Ja, op zich vind ik dit ook vrijwel bloot. Kijk eens. Roar. Zogenaamd flexen, maar het is alleen de bovenkant van mijn buik. Hoewel, want als we naar beneden gaan, ja, op zich. Ik zal nooit zeggen dat ik dik ben hoor, whatever. Maar het is niet mijn strakste periode of zo, weet je. Dus dan trek je een culotte lekker omhoog, omhoog. Naar het strakste gedeelte van je buik. En dan, tada! Heb je een super gespierde buik. Oké, ik vond die culotte niet zo heel geweldig. En deze rok eerlijk gezegd eerder ook niet. Maar met dit haar erbij, een beetje de gypsy haar en mijn hippie kettingje, dacht ik, nou, dit vind ik wel leuk. Dit vind ik wel leuk. Ik doe even nu een normaal shot bij in het licht. Wat heb ik aan? Ik heb een lila topje aan van de Zara, een crop top. Mijn kantenrokje, die is van de... Ja, die komt uit Shanghai. Daar heb ik hem gekocht. En mijn slippertjes zijn van de Zara. Fishies! Taormina! Home sweet home. I love Taormina. Het is zo'n mooie stad. Kijk nou wat een schattig pleintje. Taormina is echt zo mooi. 3 jaar terug gingen Stefan en ik dus voor het eerst samen op vakantie. Nadat we een jaar samen waren. En toen kwamen we erachter dat we allebei best wel gek zijn. Om het zomaar te zeggen. Want Stefan die is gek op ijsjes. Ik ben gek op nieuwe dingen uitproberen. Wat gingen we dus doen in Taormina? Alle ijszaken af om het beste pistache ijs te zoeken. En die hebben we toen gevonden. Daar heb ik ook toen een top 5 van gemaakt. Maar ik weet even niet meer waar ik dat had opgeschreven. We hebben nu 2 zaken waarvan we denken dat die het beste waren. Dit is poging nummer 1. Ja, ik weet het. Het ziet er super commercieel en toeristisch uit. Maar dat was toen ook de grote verrassing. Dat de tent waar je het beste ijs kon halen in Taormina, Sicilië. Dat... Ja, van buiten er echt niet uitzag alsof je daar het beste ijs kon halen. Oh mensen, kinderen, ik wil alles. Check dit. Dit is iets van Snickers ijs of zo. Ik heb een klein beetje wit erbij genomen. We hebben daar pink grapefruit, wat ik ook echt helemaal de bom vind. Ah, Italiaans ijs. Maakt me gek. Oké, wit chocolade ijs. Zo lekker. We zijn aangekomen bij de pistache. Pistache testing 1. Ik vind dat er te weinig pistache in zit. Jij? Het is niet noterig genoeg. Nee, dit is niet de beste pistache. Poging nummer 2. Hopelijk vinden we hier het beste pistache ijs. Daar gaat hij dan, de pistache proeverij. Kun je meteen proeven? Ja. We hebben hem gevonden. Ding, ding, ding. We hebben een winnaar.
hele goede pistache smaak. Echt, dat je echt die noten proeft ook. Er zit geen noten in, maar je proeft wel heel erg dat noterige. Lekker. En als je nu afvraagt, hebben jij en Stefan serieus 10, 15 bolletjes ijs gegeten in plaats van avondeten? Yup, that's right. We zijn uit hetzelfde crazy hout gesneden. En dat is het mooie van volwassen worden. Niemand legt je een beperking op van hoeveel ijsje je mag eten. Mag zoveel ijsje eten als je wil. Ook als je dat voor avondeten wil. Stefan en ik gaan nu het smalste straatje in van Taormina. Cool zit het eruit. We hebben geen idee waar dit naartoe leidt, maar who cares? Kijk hoe mooi. Lijkt net een postkaartje, joh. Prachtig. We hebben nog een weg naar boven gevonden die blijkbaar naar een kasteel gaat. Geen idee of we het kasteel gaan vinden, maar we hebben in ieder geval al dit prachtige uitzicht. Ja, we zijn aangekomen bij een soort van kasteel. Nog een stukje lopen. Maar het uitzicht is wel beautiful. Hier is een deur die open staat. Laten we kijken of we daar naar binnen kunnen. Yo, dit is mooi. Kijk hier. Grotplafond. Die mooie lamp daarachter. Wauw. Supermooi. Al die verse bloemen. LED-verlichting op Maria. Bam. Moderne kerk. Het is wel echt heel mooi. Love, love, love Sicilië. Echt waar, je moet hier naartoe. Het is heel dichtbij vliegen. Altijd lekker weer in de zomer. Ga alsjeblieft niet in augustus, want er zijn ook alle Italianen vrij. Super lekker eten, super lekker ijs. Go Sicilië. Holy moly, dit is het uitzicht van de andere kant. Wauw. Zo grappig. Dan ga je dus gewoon voor de tweede keer naar een plek toe die je eigenlijk al wel kent. En dan ontdek je toch weer elke keer nieuwe dingen. Zo gaaf. Oh. Mijn voeten jeuken om op een scooter te stappen en gewoon het eiland over te crossen. Deze gaat op de bucketlist. Oh, trouwens, zou ik nog een bucketlist item met je delen? Stefan en ik dromen echt al zo lang van een eigen bed and breakfast in het buitenland. Ja, Sicilië is natuurlijk wel een ideale locatie daarvoor, want het is nog niet zo heel erg ontdekt. De prijzen zijn nog niet zo heel hoog. En we denken oprecht dat we nu een plekje hebben gevonden. Dit is hem. Kijk, het dak, het valt wel mee, toch? Ik bedoel, dit is vrij makkelijk te repareren volgens mij. Lief, wat denk jij? Dit is hem, toch? Ja, dit zou hem zomaar goed kunnen zijn. Ja, ik denk dat we hier ook echt een goed prijsje kunnen onderhandelen. En kijk, hij ligt ook aan een weg, dus makkelijk bereikbaar. Stefan zegt dat we zelfs het dak zelf kunnen opknappen. Kijk naar zijn twee linkerhanden. Zeker. Ja. Je kijkt ook uit op de zwembaden van andere mensen. De mensen die wel echt iets hebben. Oké, lol. Nooit. Stefan en ik zijn uitgeput en zijn even voor een drankje gaan zitten. Lemon soda. OMG, wat een land. We zijn alleen voor een drankje gaan zitten en krijgen meteen de crostinis erbij. Yes. I kiss the bed and I like it. Eenmaal terug op de boot ben ik meteen een dutje gaan doen. Ik was zo moe. Dit bed is ook zo lekker. Stefan zei ook al, jouw kant van het bed trilt zoveel meer. Het lijkt wel een massagebed. That's right. Ik ga me nu even klaarmaken voor het avondeten. Yes, ik heb me klaargemaakt om te gaan eten. Dit is wat ik aan heb. Ik heb een leren rokje van de Mango aan. Een topje van de Zara uit mijn hoofd. En schoenen van de Zara. Ik heb vanavond even mijn gewone tas mee. Deze heb ik in Hongkong gekocht. En dat is het. Kom gaan eten. Brood met boter. Oh, zo lekker. We beginnen met een krokante paddenstoelen ravioli met tomatensaus on the side. Ik heb de croutons en de anchovies achterwege gelaten. Croutons omdat ik al heel veel brood op heb. Maar ik heb zelfs nog extra gehad. En anchovies, ja, heb ik niet zo'n trek in. Het hoofdgerecht is gevulde aubergine met polenta. Super, super, super lekker. Ik heb geen toetje, maar Jenny heeft het grootste toetje ooit. Baked Alaska. Not so classic. Ga je hem eten? Ja. Doe maar open. Hak er maar in.
Oh, kijk dan, kijk dan. Oh, wat? Wow, wat zit erin, joh? Wat is dat? Zit er ijs in of zo? Ben & Jerry's, dit is mijn Ben & Jerry's. Wauw, er zit een ijsje in. Dat is gewoon pure bol op slag, ja, die dit gaat bereiken. Ik denk dat de meeste van jullie dit wel weten, maar ik zal het toch nog een keer herhalen. Voor het geval je denkt, jezus Yves, wat loop je de afgelopen paar dagen te schransen. Dat klopt, want op vakantie eet ik nooit clean. Dan laat ik alles gaan en ik denk dat dat gewoon goed is om een paar keer per jaar gewoon lekker alle regels aan je laarsje te lappen, om het zo maar te zeggen. En dat doe ik dan ook vooral. Ik ga heel even mijn make-up eraf halen en dan gaan we slapen. Dankjewel dat je er vandaag bij was. Oh, trouwens, wacht. Nog een dingetje. Voor het geval je dacht vanochtend van, yo Yves, je hebt echt geen sixpack. Waarom, je bent een fit girl, maar je hebt geen blokjes buik of iets. Nou, newsflash, dat wil ik ook niet eens. Ik heb wel eens op mijn Instagram verteld wat ik echt een heel mooie vrouwelijke buik vind. En dat had Kayla iets in is. Ik vind dat ze nu veel te veel afgetraind is naar mijn smaak. Hè? Vroeger had ze namelijk gewoon twee van die lichte streepjes aan de zijkant van haar buik. En dat vind ik echt het allermooiste bij vrouwen. Tuurlijk, er zijn genoeg vrouwen, fit girls, die trainen en dan een blokjesbuik hebben. Maar ik vind dat persoonlijk niet zo heel mooi. Dus daarom train ik daar eigenlijk ook nooit voor. En zal ik ook nooit een sixpack hebben. Ik wil dat gewoon niet eens. Dus vandaar, kleine uitleg. Ik denk niet dat het nodig is hoor. Maar misschien dan begrijp je mijn gedachtegang ook. Van, weet je, van waar doe je het voor? Maar trouwens, wacht, ik ben aan het ratelen. Fit zijn doe ik sowieso voor mijn energie. En een mooie buik en de streepjes van mijn buik zijn altijd een mooie bijkomstigheid, om het zo maar te zeggen. Oké, nu ga ik echt slapen. Dankjewel dat je er vandaag bij was. Ik hoop dat je Taormina net zo mooi vond als ik. Het is oprecht een van mijn favoriete plekken in de wereld die ik tot nu toe heb gezien. Echt zo'n perfecte, magische plek is, hè. Morgen zijn we de hele dag op het schip. Dan zijn we de hele dag aan het varen naar Corfu. Dus dan gaan we kijken wat we allemaal voor leuke dingen aan boord kunnen doen. Thank you. Als je geabonneerd bent, dan zie ik je natuurlijk morgen weer. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, yo, ik wil morgen ook met je chillen op het schip. Klik dan hier om je te abonneren en dan ga je morgen mee en op alle toekomstige reizen. Mocht je zoiets hebben van, hello, ik wil nog meer travelvlogs zien of oude travelvlogs terugkijken, dan moet je even hierop klikken. En daarmee kom je automatisch bij de afspeellijst. Dankjewel voor het kijken. Welterusten, tot morgen.